12 jaar cel en TBS met dwangverpleging wordt er opgelegd voor Oscar de R. De R bracht in maart 2023 zijn ex-vriendin om het leven aan de Graafseweg in Nijmegen. 2 weken geleden eiste de rechtbank al 12 jaar cel met TBS. Volgens het OM waren er geen bewijzen voor moord, enkel voor doodslag. De R moet ook 2 schadevergoedingen betalen. 17.500 euro aan de moeder van het slachtoffer en 70.000 euro aan zijn dochter, die het hele incident heeft zien gebeuren en daardoor haar hele leven in therapie zou moeten. De noodopvang voor asielzoekers in Malden blijft langer bestaan. Het gaat het COA niet lukken om voor 1 december voor honderden asielzoekers een andere plek te regelen. De gemeente Heumen laat aan de Gelderlander weten dat ze niet blij zijn met deze situatie. Volgens een woordvoerder zitten er momenteel nog zo'n 640 asielzoekers in de noodopvang. Deze worden in delen verhuisd naar andere opvang. De intentie is om voor 31 januari klaar te zijn. De Radboud Universiteit is geteisterd door meerdere diefstallen. Op de campus is voor zeker 10.000 euro's aan elektrische apparatuur buitgemaakt. Ook is woensdag het nabijgelegen ziekenhuis, het Radboud UMC, aan diefstal ten prooi gevallen. Een deel van de gestolen spullen is al teruggevonden op Marktplaats. Of het om armzalige audiofiele studenten gaat of om een georganiseerde dievenbende is nog niet duidelijk. Er is nog niemand op heterdaad betrapt.